Diversiteit zorgt ervoor dat teams sterker worden. Dat ze creatiever worden, innovatiever en een groter probleemoplossend vermogen hebben. Sinds 1 januari dit jaar zijn beursgenoteerde bedrijven en grote vennootschappen wettelijk verplicht zich in te zetten voor meer diversiteit aan de top. Maar hoe doe je dat? De Sociaal-Economische Raad gaat bedrijven ondersteunen in het creëren van een inclusieve bedrijfscultuur. Op 8 maart, Internationale Vrouwendag, organiseert de SER het webinar Diversiteit in de Top. Er is gewoon een roep en een vraag naar meer gelijkwaardigheid in de samenleving. En ik denk juist op Internationale Vrouwendag zou het zo mooi zijn als we met elkaar, met z'n allen, diversiteit omarmen. Je krijgt toch andere gesprekken, er zijn andere invalshoeken. Maar die meerdere blikken op een onderwerp, dat verrijkt de discussie over dat onderwerp. En dus ook de kwaliteit van de besluitvorming. En als je daarnaast als organisatie, en ik wil ook echt iedere organisatie uitdagen om zich daarop te gaan richten, inclusiviteit. Zodat je ervoor zorgt dat je niet alleen een divers team hebt, maar dat je ook profiteert van de kracht van diversiteit. En dat levert ieder bedrijf betere resultaten op. Ja, ik doe vooral de oproep aan de beleidsbepalers zelf in de top. Zet het op de agenda, pak het beet. En ja, het is een weg en het kost zeker jaren. En als je vandaag begint, dan weet ik zeker dat je 2025 leuke stappen hebt gezet. Kijk, waar het in de kern om gaat, is gelijkwaardigheid. Gelijke kansen voor iedereen. Aan de slag met de wet binnen jouw bedrijf? Bekijk het webinar op 8 maart en laat je inspireren. Meld je aan op diversiteitinthetop.evenement.ser.nl.